In dit korte filmpje wil ik jullie weer even opfrissen als het gaat om het maken van video voor de nieuwsredactie. De voorbeelden die je vindt in dit filmpje heb ik gehaald uit de feedback die ik vaak geef. Ik heb een aantal voorbeelden hoe het goed gaat en hoe het nog wat beter kan aan de hand van 10 tips. En met die 10 tips kun je zelf aan de slag om weer mooie nieuwe video's voor de nieuwsredactie te maken. Tip nummer 1. Breng je bron tot leven. Wat bedoel ik daarmee? Als jij je bron voor het eerst in beeld brengt, zorg er dan voor dat je hem even wat laat doen voordat je overgaat naar de interviewsituatie. Steeds meer jongeren starten met hun eigen onderneming. Zo ook Zinzi en Puk uit Heerlen. Zij zijn bezig met het opzetten van hun eigen winkel en ze vertellen hoe ze omgaan met de financiën. Ja, in Heerlen krijg je, als het goed wordt gekeurd, zeg maar, dan moet je wel een aanvraag voor doen, krijg je 6.000 euro subsidie. Een tweede voorbeeld, we zien eerst de bron in beeld. We zien hem aan het werk in zijn brouwerij. Dan horen we de eerste zin van zijn antwoord op de eerste vraag die de verslaggever stelt. En dan snijden we pas naar de interviewsituatie. En dat maakt het een hele organische en natuurlijke manier van het introduceren van bronnen. Hier, bij Bierbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek, wordt het lekkerste bokbiertje van Nederland gebrouwen. Dit is 19 oktober bekendgemaakt op de Blindproeverij in Enkhoven. Brouwmeester Mark van Vliet vertelt op deze vroege ochtend wat het geheim is achter dit bokbiertje. Wat maakt het zo speciaal? Hij onderscheidt zich door het gebruik van diverse soorten aromamouten. Zorg er altijd voor dat je je bron even aan het werk zet. Laat winkeliers even met de klant praten. Laat hem een cadeautje inpakken. Laat hem afrekenen, et cetera, et cetera. Dan horen we het eerste antwoord op de eerste vraag. En zien we de naamtitel in beeld. Tip 2. Monteer naar je hoofdvraag. Online video gaat om kort werken. Snel naar je hoofdvraag. Dus niet ellenlange intro's maken, maar direct laten zien waar dit item over gaat. En ook een antwoord geven op een journalistieke vraag die je zelf stelt. Dat gaat goed in dit item. Hoofdbron, in dit geval een docent, gaat eigenlijk meteen in op de vraag: is het eigenlijk een goed idee om hoog en laag opgeleid nog steeds te gebruiken? Ongelijkheid in het onderwijs. Het is een onderwerp waar vaak discussie over is geweest. Dankzij de documentaire serie Klassen is het op dit moment weer ontzettend actueel. Maar met deze discussie keert keer op keer een vraag terug. Zijn de termen hoog en laag opgeleid nog wel van deze tijd? Bij praktijkschool De Rijzert in Den Bosch denken ze van niet. Wij vermijden die term hier op school natuurlijk, omdat het gewoon niet fijn is om te gebruiken. Maar leerlingen, ja, die voelen zich wel soms een beetje beschaamd. Hartstikke mooi, zo meteen aan het begin van die video een antwoord op die vraag. Tip 3. Maak diverse shots en zorg ervoor dat je daar bent waar de actie is. Dus ben dicht op de actie als je het aan het vastleggen bent. Heel mooi gedaan in dit item over mountainbiken tijdens corona. Kijk even naar de shots die deze maker heeft gemaakt. Hè. Echt mee op de fiets, dus zelf ook op de fiets gaan zitten. En een mooi aantal diverse shots gemaakt waarmee het onderwerp hartstikke mooi in beeld gebracht wordt. Dat Krijn nu pas begonnen is met mountainbiken is simpel. Wat ik zo leuk aan vind is de uitdaging die er elke keer toch in blijft zitten. De fitness-app Strava is sinds het sluiten van de sportscholen door corona enorm populair geworden. Tip 4. Gooi een haakje uit. In het begin van je videoproductie doe je een belofte. Je maakt duidelijk waarom de doelgroep moet blijven kijken, wat hij eraan heeft. En zorg ervoor dat je kijker in ieder geval blijft kijken. Een niet zo goed voorbeeld daarvan is dit item over internetfraude. Zo'n algemene opening dat iemand iets vertelt over een onderwerp. Dat is niet echt een hele interessante en hele pakkende manier om een video te openen. Astrid Schiphuis is slachtoffer geworden van hackers. Zij vertelt haar verhaal. In 2018 is mijn account bij de Weekamp 2 keer gehackt. Hoe kan het wel? Op de manier hoe deze twee jongens het doen. Uiteraard is dit net een andere vorm. In een lokaal opgenomen, maar dat is niet zo erg. Hè? Maar het wordt wel meteen duidelijk waarom ik naar dit item moet gaan kijken en op welke hoofdvraag ik antwoord krijg. Ik heb hier de app TikTok gedownload en allemaal bizarre, rare video's. Hier bijvoorbeeld deze. Je kunt hier door de For Me pagina heen scrollen en dan krijg je allemaal video's van andere TikTok gebruikers. En sommige hebben echt super veel kijkers. Deze ook bijvoorbeeld weer 88k. En ik ben heel benieuwd hoe ze aan die volgers komen, hoe je zo'n populair filmpje kan maken. Dus dat moeten we gaan uitzoeken. Dit is ook een mooie manier van een belofte doen, van het haakje uitgooien. We zien iemand die met passie vertelt over wat hij doet en waarom. Met deze intro maak je meteen duidelijk waarom het relevant is om dit item te kijken. I should try to dedicate my life to change. So today I'm here and I'm dedicating my life to change.
today I'm here and I'm sailing to the cup because I believe there's a better future out there. Gisteren vertrokken 36 jongeren vanuit heel Europa met een zeilschip van Amsterdam naar de klimaattop in Chili. En wat ook goed is aan dit item, is dat ze het verhaal compleet maken. Ze hebben gewacht totdat die boot ook vertrok en dat ook vastgelegd op beeld. En dat maakt het echt een heel mooi en rond verhaal. Een voorbeeld van hoe je de presentator in beeld brengt. Ik zie heel veel stand-uppers aan het begin van een filmpje. Doe dat consistent in verschillende situaties. De presentator die uitlegt wat er gebeurt. En daar is dit een mooi voorbeeld van, want op die manier zorg je ervoor dat de kijker jou als presentator gaat volgen. Hè? Het geeft een soort houvast, zodat je ervoor zorgt dat de kijkers ook blijven kijken. De straten in Middelburg zijn vandaag maar leeg. Toch is er vandaag iets leuks georganiseerd in Middelburg. Wij nemen een kijkje. Hoi, Anne, jij hebt vandaag iets leuks georganiseerd. Kun je vertellen wat ons vandaag te wachten staat? Ik heb een oproep van Anne gezien op social media. Ja, en toen dacht ik moet meedoen. Ja, toen dacht ik wat een goed initiatief, want het is natuurlijk heel simpel op te zetten. Maar iemand moet het wel een keer doen. Zoals je ziet, ik heb ook een afvalzak, dus wij gaan ook aan de slag. Mijn vuilniszak is vol, dus die gaat erin. Tijd voor koffie. Geen grote groepen mensen of een café dat stampvol is. Een coronaproef evenement in je eigen stad, het kan dus wel. Ben jij de volgende die er één organiseert? Tip 6. Laat je bronnen het verhaal vertellen. Ga niet zelf te veel in voice-over tekst allerlei informatie stoppen. Proppen misschien wel. Maar zorg ervoor dat je bronnen het verhaal vertellen. Daar is dit een niet zo goed voorbeeld van hoe dat gebeurt, omdat de voice-over alles al in gaat vullen. Terwijl er heel veel kansen zitten om de bronnen het verhaal te laten vertellen. Een organisator, een skater die iets vertelt over het kwalificeren voor een Olympische Spelen. De beheerder van deze hal, et cetera, et cetera. Afgelopen maandag werd bekend dat Tilburg in maart volgend jaar het NK Skateboarden mag organiseren. De skateboardsport maakt dit stormachtige ontwikkeling mee. Sinds 2017 is de sport zelfs olympisch. Mede door deze ontwikkelingen vinden steeds meer jongeren hun weg naar de skateboardbaan. Zo ook Mila. Ja, ik skate hier niet op de baan, alleen ik kom uit Breda. Maar ik skate al, denk 3 jaar. Ik skate heel vaak in het skatepark en daar hebben ze soort van wedstrijden, jonge reckless. En dan mag je gewoon naar mee als je dat wil. Zo was er vandaag op deze skateboardbaan in Tilburg een evenement voor de jeugd. Voor alle kinderen die een cursus hebben gevolgd, is er een terugkomdag georganiseerd. Skating Ladybird doet er alles aan om jongeren zo vroeg mogelijk aan het skaten te krijgen. Hiernaast probeert de skateboardvereniging ook de begeleiding te professionaliseren. De Nationale Skatebond is bezig met een certificaat voor trainers. Zorg ervoor dat je bronnen het verhaal vertellen en ga het niet zelf invullen. Op een andere manier les wordt gegeven. Tip 7, en ik zie hem nog steeds helaas heel vaak voorbij komen, het steeds vaker syndroom. Wat bedoel ik daarmee? Ergens in het begin van de reportage wordt gezegd dat dat iets steeds vaker voorkomt. Dat het als paddenstoelen uit de grond schiet. Dat het echt een hype is. Allemaal van die claims die niet waargemaakt worden. Dus als je het doet, maak een onderbouwing. Kom met cijfers, kom met onderzoek, zodat de kijker begrijpt waar het op gebaseerd is. De aandelenbeurs is in trek. Ook jongeren gaan steeds vaker op jonge leeftijd in de beurs. Uit cijfers van het Nibud is gebleken dat jongeren ruim honderden euro's neerleggen voor sneakers. Terwijl dat 1/3 van deze groep de maatregelen van de lockdown heeft gevoeld in zijn portemonnee. In dit item over sneakers gaat dat wel goed. Hè? De student legt hier in het begin duidelijk uit waar die aannames op gebaseerd zijn. Komt met cijfers, komt met bronnen. Dus dat is hartstikke goed gedaan. Tip nummer 8. Stel een journalistieke vraag. Want ga niet dingen uitleggen die al bekend zijn. Ga geen Wikipedia spelen. Maar zorg ervoor dat je in je item een journalistieke vraag stelt. Nico Inberg, beleggingsexpert van de aandeelhouder, over wat beleggen nou precies is. Vermogen opbouwen voor later. En dat doe je via de beurs. Hoeft niet beslist via de beurs. Kan ook in privé, via bijvoorbeeld kopen van vastgoed. Nou, ook dit gaat niet helemaal goed in het item over beleggen. Want de student stelt hier de vraag, hoe werkt beleggen? Maar dat is niet de vraag die je moet stellen. Want studenten weten denk ik wel hoe beleggen werkt. Maar je wil weten misschien in hoeverre studenten daarmee bezig zijn. Wat zijn de risico's? Misschien kun je wel een student spreken die zelf belegt en daar iets over vertelt. Dus geen algemene vraag stellen, maar een duidelijke journalistieke vraag die iets toevoegt aan wat we al weten. Tip 9 is een hele technische tip. Schiet met het licht mee en niet er tegenin. Want het tegenlicht zorgt ervoor dat mensen onherkenbaar in beeld zijn. En vergeet niet, in die ogen en in die mimiek zit heel veel informatie. Hè? Heel veel non-verbale communicatie gaat via de ogen. Dan moet je er dus voor zorgen dat je je bronnen in de ogen kunt kijken. Ook als dat technisch wat lastig is,
in schoolgebouwen, in universiteiten, op kantoren, daar is het licht niet altijd even goed. Zoek altijd een plek waar je het licht kunt gebruiken om de bronnen uit te lichten. Bij dit item gaat dat dus niet goed. We zien de illustrator, de cartoonist in dit geval, met heel veel tegenlicht, waardoor hij een soort van silhouette wordt. Dus ga aan de andere kant van het bureau staan, zodat het raam hem goed uitlicht en we toch een mooie inkijk hebben in de studio waar hij aan het werk is. Bij dit item gaat dat wel goed. Door met het licht uit het raam mee te schieten, wat een beetje een diffuus licht geeft, wordt de hoofdbron heel goed uitgelicht. We zien haar ogen goed en haar mimiek draagt ook echt bij aan het verhaal. Dat brengt me bij de tweede tip. Zorg ervoor dat je diepte in je beeld krijgt tijdens een interview. Zet iemand niet voor een blinde muur, dat is niet interessant om naar te kijken, maar zorg ervoor dat je een woonkamer, een studio, een fabriek, een kantoor, noem maar op, zorg ervoor dat dat diepte in het beeld zit. Dat is altijd interessant om naar te kijken dan iemand voor een blinde muur of een gordijn. En dat brengt mij bij de laatste tip. Nummer 10, spreek de taal van je doelgroep. Ga niet proberen het NOS-journaal na te doen of Zembla, maar spreek de taal die je doelgroep spreekt. Zorg ervoor dat je woorden gebruikt die je doelgroep begrijpt en maak het niet interessanter dan nodig. Natuurbeheer, een ingewikkeld beleid. De meningen over de juiste werkwijze lopen sterk uiteen. Grondbezitter Brabants Landschap en de Partij voor de Dieren, twee organisaties die de natuur een warm hart toedragen, denken erg verschillend over de manier waarop je de natuur het best beheert. Wij willen eigenlijk graag. In dit item gaat het bijvoorbeeld niet goed, waarin we veel jargon horen en een soort beleidsmatige taal die niet zal aankomen bij de doelgroep. Dan willen wij het hele systeem herstellen. Oké, samenvattend. Zet je bronnen aan het werk zodat je hem beeldend introduceert. Laat hem wat dingen doen dat jij draait en dat je kunt gebruiken bij het laden, zoals het heet, van je bron. Monteer naar je hoofdvraag. Alles wat je doelgroep al weet of op kan zoeken op een andere plek, haal het eruit. Zorg voor diversiteit in je shots. Denk nog even aan de verschillende shot sizes die ik heb uitgelegd in het college. Maak veel verschillende shots zodat je een dynamische edit kunt maken. Gooi een haakje uit. Doe een belofte. Gooi er een stelling in, een vraag, een opvallend feit, zodat je getriggerd wordt om te blijven kijken. Als je een presentator in beeld brengt, doe het dan in de hele repo, zoals we gezien hebben in het voorbeeld. Niet even een stand-uppertje en verdwijnen in het niets. Laat bronnen aan het woord en ga het niet zelf vertellen. Door bronnen de antwoorden te laten geven, komt er emotie in het verhaal. Mensen die vertellen met passie. En misschien kom je wel op nieuwe dingen en zaken waar je op door kunt vragen. Vermijd het steeds meer syndroom als je met een stelling komt onderbouwen met feiten, cijfers of onderzoek. Stel een journalistieke vraag, maak er geen ik doe mijn spreekbeurt over van. Geen Wikipedia verhalen, maar duidelijke journalistieke invalshoeken. Schiet met het licht mee, niet er tegenin, want je krijgt silhouetten. En spreek de taal van je doelgroep. Succes met mooie video's maken en tot later.